je laatste oefenwedstrijd voor het seizoen gaat beginnen. Heb je het gevoel dat je er klaar voor bent? Klaar voor zijn we er zeker nog niet. Ik denk dat we de spelers erbij moeten hebben. Het gaat elke week beter. Ik denk dat je vandaag de eerste helft ook gezien hebt. Dat we eigenlijk tot de goal, zeg maar, net voor rust geen kans weggeven. En zelf genoeg kansen creëren. Alleen we maken ze niet af. En dan verlies je met 1-0. De voorbereiding gaat eigenlijk door terwijl de competitie al begonnen is? Nou ja, nee, dat niet. Ik bedoel, de competitie begint en volgende week is het voor het echt hier. En dan moeten we er staan en dan moeten die ballen gewoon erin. En dan gaat het voor de punten, zeg maar, nu nog niet. Maar het gaat elke week beter. Maar dat er nog wat bij moet, dat is wel duidelijk. Hoe is dat, dat je team nog niet compleet is? Dat is lastig. Ik bedoel, we hebben ook met veel blessures gekampt, zeg maar. Ik bedoel, als je Wout, dan kijk het centrum achterin. Volgens mij is het misschien de derde keer dat ik, de eerste keer dat ik een hele wedstrijd met hem speel. Dus je voelt elkaar nog niet helemaal aan. Maar dat gaat in de toekomst zeker beter worden. Is dat inherent aan een club als Excelsior en als ADO dat de selecties nog niet op orde zijn? Nou ja, dat is een keuze van Ferry. Ik bedoel, hij heeft dat vorig jaar ook gedaan en heeft expres langer gewacht en dan doet hij dit jaar weer. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. Maar goed, je weet nog niet wie er voorin gaat spelen bijvoorbeeld. Nee, maar dat is ook niet aan mij, dat is aan de trainer. Dus, maar je moet het wel samen doen toch, als team? Tuurlijk moet je het samen doen. Dus, maar of Zakaria gaat spelen of op dit moment, of Mike als hij fit is, dat maakt niet uit. Je moet het met z'n allen doen. En dat hebben we vorig jaar ook gedaan en dat gaan we dit jaar ook doen. Heb je wel enig idee waarop je gaat inzetten als Excelsior zijnde, als doelstelling? Handhaving lijkt me niet meer dan logisch. We kunnen wel zeggen dat we voor de play-offs bovenin gaan spelen, maar dat is niet real. Ja, misschien hoger in het rechterrijtje? Ja, maar ik bedoel, ik neem aan dat je onze voorbereiding ook hebt gevolgd. En we hebben nu 2 keer tegen concurrenten gespeeld, 2 keer met 1 goalverschil verloren. Dus ik denk dat het logisch is dat we gewoon voor handhaving moeten gaan. Is die vraag misschien ook wat meer van toepassing zometeen begin september? Ik bedoel, dan zie je natuurlijk hoe iedereen ervoor staat, hoe je er zelf voor staat. Dus dan kan ik je wel een beter antwoord geven, ja.